bij het raadslid in. Goedemiddag, vanmiddag gaan we live met raadslid Bernadita Omusuo-Rijssel. Zij is raadslid in Almere voor... Excuses, ik word even gebeld. Wij gaan dus zometeen live met Bernadita Omusuo-Rijssel. Zij is raadslid voor de ChristenUnie in Almere sinds 2018. We gaan het met haar hebben over hoe ze politiek actief is geworden. En daar is al, dus ik ga haar meteen uitnodigen om mee te doen. Veel mogelijk tijd om van haar te horen hoe zij de politiek ervaart, waar ze tegenaan loopt en waar zij zich hard voor maakt in de politiek. Ja, daar is ze al. Hallo. Hallo, Bernadita. Hallo. Hoi. Ik zie je. Hallo. Ik zie je nu van opzij. Oké. Zo weet niet of je. Ja, ja, zo gaat het goed. Ja. Oké, okay, zo gaat het goed. Meer. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, goed tijd geleden dat we elkaar hebben gezien. We hebben elkaar een paar keer ontmoet op de Vrouwendagen in Almere. Ja, klopt. Laten we maar meteen beginnen met de vragen. Ben ik goed te verstaan trouwens? Ja, ik hoor jou goed. Ja, ja, hoor je mij ook goed? Ja, ik hoor jou ook goed, ja. Oké. Okay. Fijn. Ik wil ook iedereen die meekijkt vooral vragen om mee te praten, om je opmerkingen te maken, om je vragen te stellen. Dan gaan we die ook bespreken. En Bernadita, aan jou de vraag. Je bent sinds 2018 raadslid in Almere voor de ChristenUnie. Hoe is jouw gedachtegoed ontstaan? Hoe ben jij gekomen tot wat je vindt? Nou, weet je, het is niet zo dat ik uit een politiek nest kom of dat ik een meisjesdroom had van joh, ik ga me politiek actief inzetten in deze stad Almere. Ik ben wel via in contact gekomen met de politiek en dat heeft vooral te maken met mijn studie toentertijd. En toen werd er echt heel veel over verteld en ik... Ik vond het wel interessant dat er op die manier gesproken werd over onderwerpen en ook over het uitvoeren van invloed en ook een verandering teweeg brengen. En aan de hand daarvan heb ik gedacht van, nou weet je, ik ga hier gewoon mee verder. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ik mijzelf politiek actief kan inzetten voor de samenleving. En zo is het eigenlijk gegaan. Mooi. En welke studie was dat? Commerciële economie. Oké, okay, daar werd dus ook heel veel over politiek gepraat. Ja. Daar waren ze heel erg actief bezig met politiek en presenteren en debatteren en et cetera. Dus ja, klopt. Oké, okay, mooi. En is er dan nog een specifieke docent of hoogleraar die daar een bijgedrage heeft, die bijvoorbeeld ook tegen jou heeft gezegd, ik denk dat jij geschikt bent voor de politiek, of is het niet iets voor jou of andere mensen die dat hebben gezegd? Nee, dat heb ik eigenlijk niet gehad in mijn jongere jaren. Dat een docent specifiek zei van, joh, Bernadita, de politiek is echt voor jou. Het is echt geweest dat ik in een groepje zat, hè, en ging met hun naar bepaalde bijeenkomsten, politiek café, et cetera. En toen gezegd heb van, nou weet je, ik ga daar gewoon blijven. Ik vind het een fijne groep. En zo is het balletje gaan rollen. Mooi. En je bent nu ongeveer 2 jaar raadslid, iets meer dan 2 jaar. Hoe bevalt het? Nou ja, wat ik leuk vind aan het werken in Almere is dat Almere een hele mooie multiculturele stad is. Wat je ook wel ziet als je kijkt naar onze stad is dat we groene-blauwe karakter hebben. Groen-blauwe karakter is heel veel natuur, heel veel bomen, maar ook heel veel water. Nou, dat vind ik zelf ook heel erg waardevol, want we zitten ook heel dicht bij Amsterdam, bij Utrecht. Je bent zo in alle grote steden. Daarnaast praat je ook mee over hele belangrijke onderwerpen, hè, inderdaad. Dus je kan echt wel het verschil maken. En wat je ook wel ziet, want ik heb een beetje naar de statistieken gekeken, omdat ik wist dat we met elkaar in gesprek zouden gaan. Wat je ziet is dat er in Almere best wel veel vrouwelijke bestuurders zijn. Je viel even weg, ben je er nog steeds? Ik ben er nog, ja, ik ben er. Zie je mij? Je bent er nog? Ik ben er, ja. Hoor je mij? Er gaat even iets mis met de verbinding. Ik weet niet of het aan mijn verbinding ligt. Ben je, hoor je mij, Bernadita?
Ja, ik hoor jou. Oké. Je viel weg. Oké, fijn. Nou, we zijn er weer. Ja, heel goed. Mooi. Ik heb ook even gekeken. Hè. In Almere hebben we van de 6 wethouders zijn er 4 vrouwen. En nou, dat is best wel een hoog percentage. Ongeveer 67%. En als het gaat om het aantal raadsleden, dan zie je dat we ongeveer 30% is vrouw. Waarvan er 3 vrouwelijke fractievoorzitters. Dus dat is vrij weinig. 45 raadsleden. Dus er is nog wel heel veel werk te verrichten op dat gebied. Ja. Yeah. Ja, en om even terug te gaan naar die eerste vraag. Zijn er dingen die jij, die je nu ervaart in je raadswerk, waarvan je had verwacht dat die heel anders zou zijn? Dat je, die, daar waar je misschien over hebt verbaasd of die je zijn opgevallen? Of... Ja, nou ja, wat me wel is opgevallen is het vertrek hè, van onder andere raadsleden of wethouders. Ja, dat had je natuurlijk niet zien aankomen, want je begint in een groep. En je hoopt dat iedereen het volhoudt. Maar dan blijkt toch uit de praktijk dat mensen vrijwillig of onvrijwillig vertrekken. Wegens omstandigheden. En ja, dat is altijd wel verdrietig, vind ik zelf. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kun je daar iets meer over zeggen? Over een voorbeeld daarvan? Want ik weet niet of iedereen weet waar het over gaat. Nou ja, weet je, kijk, het werken in de politiek is zoals je weet... niet makkelijk. Er komt heel veel op je af. En je ziet het ook, hè, wat er nu onlangs ook gebeurd is met burgemeester Halsema. De manier waarop er op haar wordt gereageerd. En toch wel ook moties van wantrouwen. Dus ja, sta je mannetje of sta je vrouwtje maar in deze wereld. En dan heb je het ook nog over social media. Kijk, wij zijn hier leuk gezellig met elkaar aan het praten via Instagram. Maar als ik soms op Twitter zie wat er voorbij komt, dan maak ik me heel erg zorgen. Dat vind ik heel verdrietig om te zien hoe er soms gesproken wordt over volksvertegenwoordigers. En ja, dan maakt het er niet makkelijker op. Dan moet je ook echt tegen kunnen. Ja, yeah, yeah. Dat is iets wat we vaak horen. Dat specifiek ook vrouwen of mensen met een biculturele achtergrond ook veel verbaal geweld krijgen in een politieke arena, maar zeker ook op social media. Hoe ga jij daarmee om? Ja, dat is denk ik ook wel een beetje gekoppeld aan de discussie die er gaande is over onder andere racisme. Hè? Nou ja, weet je, kijk, het is onderdeel van de samenleving. Je doet er niks tegen. Ik denk wel dat het belangrijk is om continu met elkaar het gesprek te voeren. En ook het af te keuren, aan te geven, joh, dit gaat gewoon echt te ver. En ook vooral in het onderwijs te kijken, hè, vooral als je kijkt naar de kinderen en de jongeren van de toekomst, om toch de burgerschap veel meer onder de aandacht te brengen. Te kijken naar beeldvorming en ook veel meer rolmodellen op bepaalde posities neer te zetten. Zodat toch dat gevoel van onbegrip of ongelijkwaardigheid, dat weggaat uit de samenleving. En je zal altijd... mensen houden die een bepaald idee hebben over gelijkwaardigheid van mensen. Dus ja, hoe je het went of keert, er zijn altijd mannen die zoiets hebben van nee, vrouwen horen achter het aanrecht. Dat weet je. Dus daar doe je niks tegen. Ja, ja, met inderdaad duidelijke boodschap. Er is een bepaalde groep mensen die je nooit gaat overtuigen daarvan. Nee, yeah. Nee. En hoe denk jij dat we er kunnen voor zorgen dat er inderdaad meer vrouwen in de politiek komen, maar dat er ook meer mensen van kleur in de politiek komen? Ja, nou dat is wel heel breed. Hè? Want kijk, je hebt te maken met politiek. Dat is op lokaal niveau. En dan heb je ook landelijk niveau Tweede Kamer. Maar... Kijk, dit platform van jou is echt een schitterend platform. En ik vind dat jij veel meer podium verdient. En ook eigenlijk meer gesteund dient te worden door, hoe zeg je dat, politieke partijen. Om te kijken van, ja, hoe kunnen ze jou gaan inzetten onder andere. Om toch die vrouwen te bereiken. Want je biedt heel veel. En ik denk echt wel dat het verschil kan maken... in vrouwen die zich dan gaan aanmelden bij een politieke partij. Want je wordt toch niet van de ene op de andere dag raadslid. Daar komt toch best wel veel bij kijken. En als je het hebt over de vrouwen die ondervertegenwoordigd zijn in de lokale politiek. Wat je ziet is als het gaat over leiderschap. Dan zie je vaak toch wel dat mensen zeggen van nou, leider dat is vaak een man. Hè? Want die kan dat heel goed en die durft dat ook.
En vrouw, ja goed, die heeft die kwaliteiten niet, die heeft de opleiding niet. En daar wordt er toch wel vaak van gesproken, we kunnen ze niet vinden, het is heel moeilijk. Maar politiek is ook wel keihard. Hè? En als vrouw dien je ook wel bereid te zijn om af en toe gewoon met elkaar flink ja, te strijden als het ware. Een beetje te vechten, toch wel, hè? In de discussie. Ook voor je plek. Want je verdient dan een plek op een bepaalde plek. Of zeg maar op een bepaalde plaats. Als je naar de kandidatenlijst kijkt. Van hoe hoger je staat, hoe meer kans je maakt. Hè? En dat is ook wel belangrijk, denk ik. En wat nog belangrijker is, is wat voor netwerk heeft die vrouw om zich heen staan? Wie steunt haar? Dus niet alleen als je kijkt naar het gezin. Want ik heb zelf ook een heel prachtig gezin. En ben ik trots op. Ook op mijn man, die trouwens vandaag jarig is. En met kinderen. Ja, dankjewel. Maar daarnaast ook binnen de partij. Weet je, wie staat er om haar heen? Wie geeft haar nou even dat zetje in de rug? Dat gevoel van bemoediging, van troost. Als het misschien een keertje helemaal verprutst. Maar dat ze gewoon weet van ja, er staan gewoon veel mensen om haar heen. En nou ja, wat ik net ook al zei. Hè, jij hebt die trainingen, je hebt die bijeenkomsten, coaching. Nou, zonder een coach ga je het ook niet redden. Ik geloof heilig in een coach. En vooral bij nieuwe politici, zoals ik zelf, ja, die heb je gewoon keihard nodig. Zonder een coach ja, ben je toch een beetje aan je lot overgelaten. En zoals we het net ook al hebben besproken, je ziet gewoon dat er heel veel verdrietige momenten soms zijn. Maar als vrouw heb ik dan wel geleerd van, ja, weet je, hallo, je kan niet in een debat in tranen uitbarsten. Weet je, dan haal je echt landelijk nieuws als je dat doet. Dus, nou ja, dat kan gewoon niet. Dus met zo'n coach of mentor kan je wel die momenten bespreken. En die geef je dan ook vaak feedback over hoe je het dan de volgende keer beter kan doen. Dus echt wel, dat zijn denk ik goede voorbeelden. En ook de samenwerking tussen lokale fracties en lokale besturen en het partijbureau. Hè? Van wat doet het partijbureau om die lokale talenten zeg maar te positioneren en ook voor te bereiden op eventueel landelijk werk. Mm-hmm. Dus ik zie ook wel echt die samenwerking tussen lokaal en landelijk. En ja, het is mijn droom wel dat we de volgende kabinetsperiode een vrouwelijke premier krijgen. Ja. Dat is wel mijn ambitie. Ik denk niet dat ik het zelf kan doen. We gaan nog wel een aantal jaren duren. Maar de tijd is gewoon zo rijk daarvoor. Ja, yeah, die droom die deel ik heel erg met je. Mooi dat je dat ook uitspreekt. En ik denk dat wat je aanstaat is een heel belangrijk punt. Omdat er wordt inderdaad wel eens gezegd van vrouwen, we kunnen ze niet vinden. Of mensen met een biculturele achtergrond, we kunnen ze niet vinden. Maar er is lokaal zo ontzettend veel talent. Ook bij alle partijen die landelijk actief zijn. Er zijn lokaal zoveel goede raadsleden die dus al de politieke ervaring hebben. Die relatief gemakkelijker kunnen doorstromen naar de Tweede Kamer. Met inderdaad wat extra ondersteuning die er zou zijn vanuit de landelijke partijbureau. Om hen te helpen op die weg. Ja, dankjewel. Heel goed belangrijk punt wat je hier aanhaalt. Om even terug te gaan ook naar het racisme wat je ervaart en wat er ook is in de politiek. En ook een beetje, het is natuurlijk het geweld, het verbale geweld. Ik ben het helemaal met je eens dat je daar als vrouw moet je daarmee omgaan. Want dat is nou eenmaal de realiteit zoals de politieke wereld werkt op dit moment. Maar aan de andere kant ben ik natuurlijk ook bezig met meer vrouwen in de politiek en te kijken aan de andere kant. En dat is nu ook wat we nu erg zien, dat je juist het systeem verandert. Dat het eigenlijk, zou je graag willen dat de politieke cultuur verandert, doordat het meer toegankelijk wordt, dat het minder agressief wordt, dat er minder geweld is, dat er minder verbaal geweld is. Zodat je als vrouw, maar als mens überhaupt, niet zo zou hoeven vechten. Nee. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, daar ben ik het helemaal met je mee eens. En ik denk ook echt dat bepaalde netwerken en verenigingen met elkaar dit gesprek dienen te voeren. En dat inderdaad de premier die we nu hebben, deze vertegenwoordigers hè, van bepaalde groepen ook uitnodigt. Net als dat hij dat met de gele hesjes heeft gedaan. Om in gesprek te gaan en te kijken van ja, hoe kunnen wij inderdaad het systeem stapsgewijs zodanig veranderen
dat bepaalde gedragingen, dat dat niet meer gaat voorkomen. Maar dat het ook op een gegeven moment wellicht beboet wordt. Wellicht. Weet je, dat je het ziet op Twitter, dat toch heel veel politici bedreigd worden. En ook daadwerkelijk een aantal politici niet gewoon over de straat meer kunnen. Mm. Dat vind ik echt heel droevig. Ja, yeah. Ik ben het volledig eens. Want we doen allemaal alsof het maar... We accepteren het allemaal maar. Hè? Ook omdat er niet zoveel andere mogelijkheden zijn. Maar we doen allemaal maar alsof het normaal is. Of dat het erbij hoort. Maar eigenlijk zouden we inderdaad toe moeten naar beboeten. Of dat er iets anders tegenover staat. Waardoor het echt veel meer wordt... dat het minder wordt. Zeker. En we hadden het net al ook over de verschillende demonstraties die er gehouden worden. Weet je of er ook in Almere een Black Lives Matter demonstratie gepland is? Of ben je daarmee bezig? Aankomende zondag is er een groep die een demonstratie heeft georganiseerd. Volgens mij van 5 tot 7 ergens in Almere Centrum. En er wordt ook goed afgesproken van, joh, hoe gaan we ervoor zorgen dat bepaalde richtlijnen worden nageleefd en dat iedereen zich er ook aan houdt, hè, mondkapjes op en 1,5 meter afstand. Dus daar wordt nu over gesproken. En ook de locatie is volgens mij nog niet helemaal 100% vastgesteld. Dus die demonstratie komt er zeker, aankomende zondag. Ja, yeah. En hoe kijk je naar het effect van die demonstraties op de politiek? Ja, weet je, kijk, je ziet het is een landelijke golf aan demonstraties en best wel heftig. Hè? De ene, dan zie je ook plunderingen en dat is toch wel ook niet wat je wilt als stad. Maar aan de andere kant, het gesprek dient wel gevoerd te worden. En ik denk liever nu dan nooit. Dus ik denk ook wel dat politici of volksvertegenwoordigers deze geluiden serieus moeten nemen. En ook echt het gesprek dienen aan te gaan om te kijken van joh, hoe kan ik het verschil maken? Wat kan ik doen om hier gehoor aan te geven en ook dit mee te nemen in beleid? Ja, inderdaad. Wat kan ik doen? En je zegt er zijn plunderingen. Ik dacht, zijn er in Nederland ook plunderingen? Nee, Nederland niet. Wereldwijd. Ja. Oké. Okay. Nee, dat we dat niet de wereld in zouden helpen. Nee. En zijn dit ook de onderwerpen waar jij je hart voor maakt in de raad? Of wat zijn jouw belangrijkste punten waar jij je voor inzet in de raad? Nou, waar ik me voornamelijk voor inzet in Almere is echt ook gericht op het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs, denk aan het lerarentekort, denk aan sterke en zwakke scholen, witte en zwarte scholen. Daar is heel veel over te zeggen en ook wel veel voor te doen. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk Almeerders actief zijn op het gebied van sport. Dus dat heb ik ook in mijn portefeuille, want wat wel belangrijk is om te vertellen is binnen onze fractie, 2 raadsleden, 2 fractieassistenten, hebben we een verdeling gemaakt. En daar heb je dus een portefeuille. Hè? En binnen jouw portefeuille heb je ook prioriteiten. En voor mij is het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk gezonde Almeerders hebben. Dus echt iedereen het liefst sporten. En als je niet kan betalen, dan hebben we ook een fonds. Dus dat fonds is er vooral voor kinderen die uit toch wel gezinnen komen waar armoede is. Maar dan wil je ook het gesprek aangaan. Van joh, als er een taboe is, waardoor die kinderen geen gebruik maken van een fonds, hoe komt dat? Dat willen we bespreekbaar maken. En het liefst ook, want ik heb ook cultuur in mijn portefeuille, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen muziekles genieten en ook een museum bezoeken of wat dan ook. Economie ook, daar zit ik me ook wel voor in, maar dan echt ook gericht op banen voor jongeren. He, want we hebben heel veel bedrijven die zich hier willen vestigen in Almere, dichtbij Amsterdam, dichtbij Utrecht, et cetera. Nou, hoe zorg je ervoor dat die ook werkgelegenheid creëren voor onze jongeren en onze Almeerders? Mooi. En waar ben je het meest trots op en wat je tot nu toe hebt bereikt als raadslid? Nou, ik ben er heel trots op dat we in ieder geval aandacht hebben gevraagd voor het onderwijs. Dat je ook echt gezien hebt dat we het onderwijs naar een toch wel ander niveau hebben kunnen brengen. Een hoger niveau. Ook de kwaliteit van het onderwijs is toch wel verbeterd. Als je keek naar het aantal zwakke scholen. Nou, dat is bijna nul.
Goed, door de coronacrisis is er wel het een en ander weer gaande. En zie je ook landelijk, hè, dat er gesproken wordt over onderwijsachterstanden. Dus daar ga ik de komende maanden ook wel mee bezig om dat gesprek te blijven voeren. Mooi. En wat denk jij, je had het net ook al over een vrouwelijke premier, dat het jouw droom is dat we de volgende kabinetsperiode een vrouwelijke premier krijgen. Wat denk jij dat het grootste verandering zou zijn met een vrouwelijke premier? Nou, wat ik wel merk bij een vrouwelijke premier is, kijk, we zijn onderdeel van een samenleving en een vrouwelijke premier laat ook zien dat vrouwen onderdeel zijn van de samenleving, hè? Doordat zij dan als eerste premier, want dat hebben we gewoon nog nooit gehad, 2020, ik vind het heel bijzonder dat dat gewoon nog niet gebeurd is. En dat kan niet en het zegt ook iets over ons systeem. En de onderwerpen gaan ook zeker wel veranderen. Maar wat we zien in de praktijk is dat vrouwen, toegevoegde waarde van onder andere diversiteit, er toch wel voor zorgt dat er op een andere manier het gesprek wordt aangegaan. En wat ik nog mooier vind, is al die jonge meisjes die dan zo'n vrouwelijke premier straks kunnen zien, hè, tijdens een persconferentie. Want we zien nu alleen maar Rutte, Rutte, Rutte. En bijna geen vrouwelijke ministers. Op de televisie. Dat zo'n jong meisje dat dan ziet en denkt van joh, dat kan ik ook. Dat is gewoon een rolmodel. Die zie je dan live. En dat is nu eigenlijk gewoon nul. Dat kan niet. Nee, we zien inderdaad altijd dezelfde witte mannen nu in die persconferenties en de gebarentaaltolk, maar die is niet op die manier zelf aan het woord. En welke eigenschappen denk jij dat belangrijk zijn als premier? Nou ja, weet je, kijk, ze hebben het vaak gehad over opleiding, over, ja, noem het allemaal op, maar je wordt niet van de ene op de andere dag premier. Hè? Dus ik denk zeker wel dat zo iemand ervaring heeft en ook al langer meedraait in de politiek voordat hij überhaupt op die plek neerkomt. Maar als je kijkt naar de huidige Tweede Kamer, we hebben heel veel vrouwelijke Kamerleden naar mijn idee. Misschien kunnen het nog wel meer zijn, maar er is gewoon voldoende keus. Dus maak een keus, maar vrouwen durf je ook beschikbaar te stellen, hè? Want we kunnen wel elke keer zeggen van joh, oh, de mannen moeten helpen. Maar welke vrouwen melden zich ook daadwerkelijk aan voor deze functies? Stellen ze zich beschikbaar? En laten wij als vrouwen ook stemmen op meer vrouwen, zodat die in de Tweede Kamer komen of in de gemeenteraad. Verantwoordelijkheid ligt ook bij vrouwen om in actie te komen. Ja. Kun je je voorstellen dat het voor vrouwen ook misschien een hogere drempel is om zich te kandideren, of dat je je meer kwetsbaar maakt, of dat het afbraakrisico hoger is? Ja, denk ik wel. Maar ik denk, we zijn die stap alweer voorbij. Het is nu 2020. Weet je, dat kan nu gewoon niet meer als excuus gebruikt worden. Ik vind ook dat vrouwen verantwoordelijkheid hebben om bepaalde posities nu gewoon te accepteren. En er ook ja, voor te gaan, zich beschikbaar te stellen. Ja, yeah. En wie zou Je had jij graag? reacties, hè? Je had veel Ja. reacties. Ja, leuk. Leuk dat jullie er zijn. Ja. En wie zou jij graag zien als premier? Nou, er zijn heel veel geschikte kandidaten. Ik kan niet zo 1, 2, 3. Ja, nou ja, misschien Carola Schouten wel. Ze is ook van mijn partij. Dus ja, als zij zich beschikbaar stelt, dan denk ik wel dat zij een goede zou zijn. Maar goed, niemand is perfect, hè? Weet je, kijk, we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Dus ja, het kan altijd beter. Maar ja, we hoeven ook niet zo heel kritisch te zijn. Dus ik vind als een vrouw met ervaring en beschikbaar is, zich kandidaat stelt, nou, de gesprekken worden gevoerd, dan denk ik van ja, geef haar voordeel van de twijfel. Dat is wel wat ik dan zou willen meegeven. Ja, Carola Schouten is nu natuurlijk ook vicepremier. Dus Ja. wat dat betreft zit ze al de tegen die functie aan. En Ja. wie zijn jouw rolmodellen in de politiek? Nou, ik heb er wel een aantal en ik heb erover nagedacht, inderdaad. Want als het gaat om leiderschap, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg kijk naar
Hoe inspireert deze leider mij? Wat is de visie? Wat is de ambitie? En wat is de relatie tussen de leider en de volger? Hè? En nou ja, goed, kijk, ik ben dan ook een vrouw van kleur. En dan kijk ik toch altijd wel op, ook een beetje naar Nelson Mandela. Hoe hij omgegaan is met de strijd in Zuid-Afrika. Waar hij voor staat. En ook hoe hij er toch voor heeft gezorgd. Dat hij op wereldniveau toch kon meepraten en het verschil heeft kunnen maken voor heel veel Zuid-Afrikaners. En daarnaast zal ik ook nooit vergeten de dag dat Michelle Obama naar Nederland kwam. Het was zo'n unieke ervaring om haar te zien en te horen spreken in de Ziggo Dome. Ik heb er zo ontzettend veel kippenvel van gekregen dat er zoveel bezoekers waren. Ik had echt zoiets van, waar komen deze mensen voor? Weet je, want dan sta je dus in de rij. Nou, toen was de corona helemaal niet. Er stond echt helemaal zo, weet je, als sardientjes in blik. En wachten totdat we naar binnen mochten. En echt honderden mensen, als het niet duizenden waren. Allemaal voor Michelle Obama. Nou, dat doet wel wat met je als mens. Maar ook het boek dat ze geschreven heeft. Nou, ik heb er zoveel respect voor. Hoe zij zich staande weet te houden. En ook wat ze zegt, hè, van if they go low, we go high. Nou, dat heb je gewoon nodig. En dat is voor mij ook leiderschap. Je durven uitspreken, maar ook niet altijd kwaad reageren als iemand kwaad is. Mooi, mooi. Wat voor tips heb je voor vrouwen die zelf het nadenken, misschien geïnteresseerd zijn in politiek of nadenken om politiek actief te worden? Ja, weet je, kijk, ik heb het je net ook al aangegeven dat de tijd is gewoon rijp. Alle signalen staan op groen en de bal ligt nu bij die vrouwen. Ik weet dat het niet makkelijk is. Want er komt heel veel op je af, waarvan je ook gaat denken van, nou ja, weet je wel, laat maar gaan. Ik doe wel wat anders. Ik ga wel op een andere manier mijn politiek inzetten of iets betekenen voor de maatschappij. Dus ontmoedigingsbeleid, dat is ook een, hoe zeg je dat, een strategie, wat toch wel veel mannen ook gebruiken, hè, om de vrouwen toch te ontmoedigen. Maar we hebben jullie gewoon keihard nodig. Dus zorg ervoor dat je gaat kijken van, nou, bij welke politieke partij kan ik me aansluiten. Daarnaast wordt politiek actief in de zin van niet alleen lid worden, maar ook vrijwilliger. Nou, de campagnes komen aan. Kijk in hoeverre je daaraan een bijdrage kan leveren. En ga je nu ook al voorbereiden op bepaalde debatten. Kijk naar YouTube. Nou, daar zijn ook al heel veel mogelijkheden om je gratis om te scholen, als het ware, of om te trainen, voor te bereiden. Weet je wel, dus kom op, gewoon doen zou ik zeggen. En hoe jonger, hoe beter. Weet je, ook al ben je 16 en je hebt nu al ambities, gewoon doen. Mooi. En wat kunnen mannen doen voor meer vrouwen in de politiek? Ja, dat is een interessante. Weet je, kijk, ik weet dat sommige mannen, nou niet sommige mannen, best wel een boel, haantje de voorste gedrag willen zijn. Of tenminste, haantje de voorste gedrag vertonen. Echt van die alfa mannetjes, die kosten wat het kost, bij wijze van tot hun 75ste in de politiek actief willen blijven. En tegen die mannen zeg ik gewoon van, maak ruimte. Maak plaats. Ja, maak plaats. Schuif op. Weet je wel, want deze mannen hebben ook moeders, hebben ook dochters. En ik vind dat het ook een voorbeeld is door te laten zien van, joh, ik maak ruimte, ik maak plaats voor de volgende generatie. En ik geloof in vrouwen. Vrouwen horen niet standaard achter het aanrecht. Dus ik wil ze stimuleren, desnoods coachen, ervoor zorgen dat in bepaalde ruimtes waar misschien 90% man is, dat er niet altijd van die flauwe grapjes gemaakt worden. Dat die vrouwen zich ook thuis gaan voelen. Dat die vrouw ook gewoon vrouw mag zijn. Nou, als zij van lippenstift houdt en nagellak, dat ze dat dan ook gewoon lekker mag blijven doen. En dat ze dan niet per se, omdat ze dan in zo'n mannencultuur zit, dat ze zich als een man moet gaan gedragen. Dat vind ik gewoon walgelijk. Mooi, mooi. Dankjewel. We zijn ook bijna aan het eind gekomen van dit gesprek. Heb ik iets niet gevraagd wat je nog graag zou willen delen? Nou, ik heb eigenlijk zelf nu niks meer bij te dragen. Maar ik zou je echt willen bemoedigen om hiermee verder te gaan. Om echt het liefst te kijken landelijk van, joh, welke vrouwen willen hieraan meewerken? Want dit is zo belangrijk. En geloof me, je weet niet hoeveel impact je maakt met jouw platform. Dus echt chapeau. Ga zo door. En nou, we blijven sowieso contact houden. En iedereen ook bedankt voor het kijken.
En ik zou zeggen, stem op een vrouw. Volgend jaar verkiezingen, het jaar daarop gemeenteraadsverkiezingen. Laten we er samen voor zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komt. Dankjewel, dankjewel ook voor deze mooie woorden en deze aanmoediging. Inderdaad, ik wil ook iedereen bedanken die mee heeft gekeken. Bernadette, jij bedankt voor het delen van je kennis en je ervaringen. En wij zijn er dinsdag en donderdag weer, elke keer om 12 uur. En dus ik zie jullie dan graag dinsdag weer om 12 uur. Bernadette, heel erg bedankt. Dag, tot ziens. Tot ziens, tot snel, dag.